Wat hebben die dorpsraden, WMO-raden, zorgcoöperaties en al die initiatieven, wat hebben die nu nodig om goed voorbereid te zijn op de ontwikkelingen die op hen afkomen? En toen ik hoorde van het initiatief van het Veelnetwerk om een beeldenbank te ontwikkelen, was ik echt blij verrast. In multifunctionele accommodatie De Dompelaar in Elsendorp lanceerde Brabants gedeputeerde Brigitte van Haafden een beeldenbank voor de kernen in de regio. Van wat hebben we nu nodig? En ik vond het ook heel goed dat je vertelde dat dit eigenlijk een spin-off is, zou je kunnen zeggen, eigenlijk voortkomt uit die ervaringen met de IDOPS. In de beeldenbank www.peelnetwerk.nl/beeldenbank staan plaatjes, grafieken en krantenartikelen. Aan de hand van deze beelden krijgen inwoners meer inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij ook effecten die deze ontwikkelingen hebben op hun eigen leefomgeving, nu en in de toekomst. Dit is bijvoorbeeld tussen 1990 en 2030 de ontwikkeling van het aantal jongeren dat terugneemt en een veel sterker nog effect van het aantal ouderen dat toeneemt. Met dat plaatje ziet u dat op deze manier in beeld. Bijna verdrievoudiging in 40 jaar. Van het aantal 65-plussers. Een heel ander belangrijk effect is de steeds kleinere gezinsgrootte. De beeldenbank maakt de veranderingen in onze samenleving inzichtelijker. Zo groeit de behoefte aan zorg, met als gevolg dat zorg duurder wordt en de gemeente en inwoners meer zelf moeten doen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en gaan pas naar een zorgcentrum als het niet anders kan. De kans op eenzaamheid wordt daardoor groter. De vraag is hoe je daar als samenleving op inspeelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. De beeldenbank helpt om deze thema's helder voor het voetlicht te brengen en om relevante lokale initiatieven in de Peel met elkaar te verbinden, zodat we van elkaar kunnen leren. Naar de site toe gaan en als jullie zelf eens zo'n avond willen organiseren, gaan jullie kijken voor welke plaatjes zijn nou relevant voor ons, hè? De discussie die in jullie dorp of in jullie wijk spelen. Halen daar wat plaatjes uit, zet je in een PowerPoint en dan kun je op die avond daarmee aan de slag. Voor de lancering van de beeldenbank werd Elsendorp gekozen omdat dit dorp op het gebied van burgerparticipatie, zorg op maat en samenlevingsvormen al flinke slagen heeft gemaakt. En dus een voorbeeld is voor andere dorpen en regio's.